Weer een bijzondere gast die een workshop geeft in de bibliotheek van Stadskanaal. Namelijk voormalig e-sporter Koen Schobbers. Hij is momenteel professioneel spreker en schrijver van het boek Mijn Gamende Kind. Hij vertelt over het ontstaan hiervan. Nu voornamelijk spreker en ondernemer. Dus ik spreek wereldwijd, keynote speaker, over alles wat met de gamingindustrie te maken heeft. Waaronder ook het onderwerp van vandaag, ouders, gamende kinderen. En daarnaast ben ik oprichter en eigenaar van een bedrijf, Parents of Play, waarmee we ouders helpen om de relatie met hun gamende kind te herstellen, behouden of te versterken. En waarom vind je dit zo belangrijk? Nou, ik heb zelf ervaren hoe vervelend het kan zijn om als kind in ieder geval de relatie met je moeder te verliezen omtrent een onderwerp als gamen. Zij begreep mij niet, ik begreep haar niet. Veel discussie, ruzie, veel emotie ook in het huishouden. En ik denk dat dat iets is wat zeker naarmate de industrie is gaan groeien steeds vaker voorkomt. En daarom willen we dus mensen in ieder geval helpen, informeren, activeren om iets met deze wereld te doen. Want het is toch de wereld van kinderen. Ze groeien op in een digitale omgeving. Het zal alleen maar toenemen, dus het is belangrijk om als ouders daarin wel mee te bewegen met de omgeving van het kind. Koen is van mening dat er veel kansen liggen in het gamen. Ook carrière-wise, want er zijn zoveel mogelijkheden in deze industrie. Zeker voor de jongeren die opgroeien, waar verschillende studies naar ontworpen worden. En minors en minors voor uiteindelijk universitaire opleidingen. Ja, er zijn heel veel kansen en ik denk dat de jeugd van tegenwoordig later in deze industrie absoluut gaat werken. Heb jij ook nog tips voor kinderen die een e-sporter willen worden? Ik denk het belangrijkste is dat je een game vindt die jij zelf heel leuk vindt om te spelen. En niet een game zoekt die heel veel geld of waar je heel veel geld in kan verdienen. Want online zie je wel eens prijzenpotten van die game heeft een prijzenpot van 20 miljoen en die van 5 miljoen. Maar als dat een game is die je niet helemaal leuk vindt of die je helemaal ligt, dan ga je het daar nooit redden. Ik speelde een race game, Trackmania. Die prijzenpotten zijn een paar duizend euro bij het WK. Niet de vele miljoenen die je online ziet. Maar dat is wel de game waardoor ik nu ben gekomen waar ik ben. En dat is de game die me uiteindelijk in deze industrie heeft gebracht. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Zoek iets wat je leuk vindt om te spelen. Ga niet het geld achterna. Ook het gamecafé in de bibliotheek komt maandelijks terug. Owen vertelt waarom ze dit organiseren. Het doel van Gamecafé is eigenlijk eenzame jongeren die thuis zitten en zeg maar eenzaam gamen, gewoon op hun zolder, zo wordt het zeg maar beschreven, om die te helpen en die dan meer sociale contacten met elkaar te krijgen. Het is eigenlijk een plek waar je allemaal bijeenkomt. De volgende influencer die langskomt is Femz op 9 mei.